Hallo Spengs en Brik van Speng Game, dit is Harry Potter en de Stenen en ik wou eerst de gevangenen van Azkaban zeggen, wat dat is goed. En toen verbeterde ik naar de Stenen Wijze, maar dit is gewoon de gevangenen van Azkaban. Dit is deel 6 of 7 geloof ik. We zijn al best ver met het spel, maar dan gaat het even niet om. Betoverd geraamte heb ik het einde van de vorige video laten zien. Samenspreuk uitspreken. Samenspreuk, oké. Oh wacht, dit is een meisje, dat is hetero. Hier is een geheim of zoiets, ik weet niet meer. Ik weet wel dat hier ergens een geheim is. Ik bedoel, dit is geen geheim. Je wil natuurlijk geen geheimpjes missen hier. Dat wil je niet. We willen al het overheidskaart. We willen het hele spel gewoon 100%. Man, dat komt wel goed. Ik heb er volle vertrouwen in. En opeens dan wordt een skelet uit de bottom gevormd. Dat zat er heel erg aan te komen. Oké, hier is hij. Niet. Oh, je moet wel met tweetjes. Oké, mooi. Dubbele armoren, maar dat is niet de bedoeling. Zo, kijk, hier is een geheime kamer. Niet de geheime kamer, maar een geheime kamer. Groot verschil. Hoe komen we daar? Waarom ziet het er zo ploepie uit daaronder? Zo, hoe de fuck kom je daar? Moet je gewoon springen? Ja, dus zou dat, hè? Harry kan aardig onrealistisch ver springen, jongens. En meisjes ook nog. Aardig onrealistisch ver. Maar oké, vrouw er maar. Vroeg de moor. Ik ben een beetje aan het kutten met mijn PlayStation 3, want ik wil ook binnenkort PlayStation 3 video's gaan maken. Sowieso Call of War 1 tot mijn 3. Waarschijnlijk ook Uncharted 1 tot mijn 3. Uncharted 3 is gewoon nog maar €30 en die schijnt al vet te zijn. Waar ik net God of War opneem, ik had eigenlijk Jur beloofd dat we daar een dual commentary van gingen maken. Dus ik dacht, oké, we gaan even niet haten. Dual commentary is dual commentary, hè. Vooral omdat God of War was eigenlijk mijn eerste PlayStation spel. En dat heb ik echt in één dag in één keer achter elkaar non-stop uitgespeeld met Jur toen ik het had. Dus vandaar hoort er wel een doelcommentaar bij. Zo, gaan we allemaal dood. Ik heb het gamegeluid iets zachter gezet. Eindelijk, was hij niet een secret daarachter? Nee. Mooi, anders heb ik mezelf genakt. Hier is de tovenaarskaartje, geloof ik. Als mijn jeugd mijn nog goed zit in het hersennetvlies. Nou, dat is dus vaarwel jeugd, blijkbaar. Ik heb geen idee hoe lang het nog gaat duren, hè. Deze dinges. Ik heb gewoon een timing van 15 minuten. In principe wil ik gewoon deze challenge halen. Ach Harry, dit is fucking makkelijk, man. Makkelijk. Dat is toch über zo makkelijk. Dit is niet moeilijk. Dit is te makkelijk. Dat is echt heel slecht Duits. Het is niet eens Duits. Het is eerder Mongolisch. Dank je. Bitches love my glas. Oh, geraamtes. Oh mijn god. Trouwens mensen, kijk eens even naar onze nieuwe achtergrond. Hij is fantastisch. Ik wil niet... Episch doen, maar onze nieuwe achtergrond is echt vet. Dan ben ik ook waarschijnlijk een nieuwe kanaal aan het werken. En dan wordt onze hele achtergrond helemaal verneukt, echt helemaal verkracht. Maar ja, het is wel een echte vette achtergrond. Laten we rondzoeken en hier weggaan. Nou ja, waarschijnlijk wordt hij met een nieuwe kanaal aan het werken, dus best wel verneukt. Nou, hier is het ook geen secret. Oh, hey, dat ging opeens open. Hoe de fuck komt dat daar opeens? Weer pompoen, een paar smekkies. Lekker. Al twee secrets gevonden, hoeveel geheimen zijn hier? Twee van de vijf, oké dan. Vooruit. We zijn dus Ron aan het zoeken, want hij was gekidnapt door een weerwolf voor het geval je dat ontgaan is. Hier is geloof ik iets van een checkpoint. Ik weet niet meer. Ja, it's a trap. Harry, nee! Harry! Oh, alles gaat goed met me. Ja, alles is goed. Hermeline, spring nog gewoon achter Harry aan. Jemig, ik snap dat soort dingen niet. Maar ja, we gaan weer lekker apart. Vooral zou we even Hermeline kunnen zijn. Ik bedoel, Hermeline is toch echt mijn toekomstige vrouw, dus... Kunnen we net zo goed gewoon eventjes gewoon samen zijn. En hoe kom ik ja, dan niet voor niets een van de rennen vuurbal en een draakje naast je en alsnog na gaan denken. Je bent natuurlijk geneigd om meteen naar links en rechts te gaan, maar je moet eerst even hierheen. Er zit een hele geheime kamer. Oké, dat is dus niet de bedoeling. Dat moet je eerst openen. Even kijken hoe we dat gaan doen. Welke van de drie opent dat geheime kamertje? Of is het de bedoeling dat ik naar die geheime kamer ga? Ik weet niet, laten we eerst met dit even doen. Helemaal dat deze is die het opent. Ja, mooi. Nou, dan kun je dus hier naar binnen. Het is niet bepaald een mega secret, maar het is wel een geheim. Zo. Lekker vliegen voor de smackies. Smackie. En hep, peggy. Wee, ben een meeuw. Zo, beetje hierheen zo. Ja, ik zal proberen om een keer een leuk liedje te zingen, maar dan heb ik wel een leuke cutscene nodig natuurlijk.
Zo, nog even één pompoentje boven, zo. Ik geloof dat hieronder ook nog iets was. Dat was trouwens geen pompoentage, maar een ketelkoek daar niet van. Even kijken, hier in of zo. Nou, dat was hem dan zo'n beetje, denk ik. Ik denk niet dat hij nog veel te halen valt voor ons aanschieren, die een beetje probeert te profiteren van Harry Potter en zijn vrienden. Oh, nu opeens krijgen we geheimen bij. Dat vind ik een beetje ominous, maar oké. Maar onze nieuwe achtergrond, ik ben echt heel blij mee. Hij is echt vet. Hoe daarin kwamen? Nou, je hebt van die Runescape forums. En toen deed iemand zo van, ah, ik maak Runescape achtergronden. En niet Runescape, YouTube achtergronden. En toen deed ik zo van, oké, ik heb zat Runescape geld, nog eventjes van mijn mening. Ik ga natuurlijk niet van de pure afhalen, van voetschimmel. Dat is echt puur voor questen. Ik had mijn mening wel een paar mil. Had ik gewoon voor 5 mil, had ik gewoon een prachtige achtergrond. Daar ben ik heel blij mee. Maar voor het nieuwe kanaal ontwerpen we ook een nieuwe achtergrond nodig. Dus als er iemand echt heel pro is met achtergronden maken en je zou het kunnen doen, zou het heel vet zijn. Maar ik ga echt niet dwingen ofzo. Ik heb het idee dat hier ergens boven nog iets van een geheim zit voor de draak. Maar ik zie het niet. En ik heb het als kind ook nooit gezien en ik had alle kaarten dus vrijdag maar. Oh nee! Versperd! Ja, ik wil het zeggen, het wordt nog een beetje moeilijk hè, zonder Harry. Harry! Oh, lekker opgesloten joh. Hoer! Hoer in een kooi, hoer in een kooi, hamma hamma hamma, hoer in een kooi. Oh, Glacius, yeah! Ik heb er zin in, lekker glijden! In-game geluid is iets zachter, dus het zou geen probleem moeten zijn dat Harry eventjes lekker gaat glijden. Even kijken. Oh, nog 8 minuten 30, oeh, dat gaat best wel snel. Tijd gaat snel als je lol hebt. Net vroeg iemand me weer, Rick, waarom speel je Harry Potter? En dan heb ik echt iets van, houd je fucking back, Harry Potter is fantastisch. Hoe durf je Harry Potter te beledigen? Dat zeg ik dan niet hardop, maar ik bedoel het wel, weet je wel. Lekker glijden, jongens. Daar gaan we dan weer. Ik bedoel, als je toch geen Harry Potter fan bent, kijk je deze video nu ook niet. En we gaan natuurlijk veel zacht glijden, zoals altijd. Echte glijders, glijden hard. Oh, was dat niet zo lang glijden? Dit stukje is wel grappig, geloof ik. Hahaha, nee, niet die soort grappig, die van... ja. Kijk, wat je dus doet is zo lordido. Beetje rondjes lopen. Je kan ook in één keer doorsponsen als je wil, maar niet echt handig. Je kan ook zelf mijn plegen hier als je dat wil. Net wat je wil, hè. Ja, gewoon eventjes even alle smekjes pakken. Oké, daar ligt nog een scherel. Oh, je moet ze allebei pakken en dan gaat hij een kamertje open. Dat zag je best wel zitten in de muur, maar daar gaat het even niet om. Het gaat niet om wat je ziet, het gaat erom wat je doet. We hebben ook aardig wat ketelkoek. Dat komt van het einde van het spel natuurlijk van pas, want dan gaan we alles de overnachtskaart halen. Deze keer wel. En dan haal je ook je examen. Bij dit spel is het zo van als je alles hebt, want je kan alles terug doen. Je kan alle kaarten en shit opnieuw halen die je gemist hebt. En ja, dan krijg je dus. Dan heb je spel uitgespeeld. Dan doen anderlingen professor Beckerman doen anders zo van je hebt nog niet alles, hè Harry? Nee, nee. Daarom is het ook wel handig dat ze nu alles op kut. Dat was random. Hé, er ligt een poentaartje op de achtergrond. Hoe komt die dan nou weer? Dat was leuk. Oh, we hebben overgeslagen, Tom. Oh, rommel lekker verkracht daar. Oh, leuk man. Verkrachting. Hey, verkrachting. It's a special thing, verkrachting. Do the rape. Doe het niet snel, het is verkrachting. Ron houdt ervan, het is verkrachting. Zie je die zwart? Hij doet verkrachting. Maar eigenlijk is je beter man op verkrachting. Verkrachting. F-E-R-K-R-A-C-H-T-I-N-G. Verkrachting. Einde. Vast geen skelet hier. Dat was zo onverwacht. Stommerd. Stomme gemeenheid. Ik ben nog steeds maar één keer dood gegaan in dit spel. Wacht, dat is niet waar. Nee, kijk, als je met Harry doodgaat, hè, verlies je maar een heel klein beetje AP. Dus technisch gezien ben ik nog 0 keer dood gegaan voor mij. Want als je in een ravijn valt, verlies je maar een heel klein beetje leven. Even een dubbele Alamora doen, Hemelien. We zijn bijna bij het einde van het level. Bijna. En dan moeten we alleen nog onze examens doen. Examens is eigenlijk gewoon een halve uitdaging. Alleen dan ben je wat moeilijker, want je moet maar 5 uitdagingsschilden halen. 200 zoveel pompoentijs, dat is niet mis. Klein puzzeltje hier. Nou ja, wat je een puzzel moet noemen. Je moet een trap maken en ondertussen spannen nog wat van die irritante skeletmannetjes. Even kijken, is het gewoon goed? Ja, dat zit alles op zijn plek. Ja, het is gewoon een trap. Ja, je hebt met 3 onderdelen van een trap, dus het is niet echt een moeilijke trap of zo, maar alsnog. Dat geht es nicht über. Yet! En waarschijnlijk als we dit ding plaatsen, dan komen de skeletjes. Shit just got real. Oh ja, voor mij is het een trap als je die kist opent, dan denk ik spannen al die skeletten of zoiets. Niet? Niet! Kom dan! Come at me, bro.
Oké, serieus. Ik vind het hatelijk als dingen hier klaar liggen om het te doden, maar het gewoon niet doen. En precies van, wat doe je nou met je kaas? Ik wil zo. Smeer het uit of verdeel je het egaal. Ik wil erop, ik wil erop. Yay! Dat was grappig. Oh, nou pas. Beetje late reactie, jongens. Ik ren gewoon rondjes terwijl ik jullie dood. Best wel droog dit. Nou, kom jullie ook nog of kappen jullie ermee? Schiet op, Emmeline. Ik ben een veel betere tovenares dan jij. Dat weet ik nog, de vorige keer zei ik dat ik lesbisch was. Dus ik ben een betere tovenares dan jij, Emmeline. Je bent een slechte tovenares. En onze kinderen zullen vast lelijk worden daarom. Ik heb niet kunnen toveren. Voor hoever wij kinderen kunnen krijgen, zullen ze heel lelijk zijn. Zo. Zo, even van die hier wat nemen hier pakken. Zo. Tovenaarskaart party. Nou, dan gaan we even kijken hoe het met Ron gaat, die ondertussen gewoon keihard in de poepen genomen wordt door Sirius Zwart. Ja, oh kut. Bijna die tovenaarskaart had gemist, hadden we echt heel hard gefaald. Nou, even kijken hoe het dus met Ron gaat. Ron. Ja. Harry loopt de trap op, Hermeline ook. Harry loopt nog een trap op, Hermeline niet. Waar blijft Hermeline? Daar is Hermeline. Harry loopt de kamer binnen, Ron zit bij zijn bed met een ratje in zijn hand. Het is geen hond, is het een wolf? Is het Sirius Zwart? Het is Sirius Zwart. Expelliarmus zegt Sirius Zwart. Hey, hey, bim, boom, bam, bom. Sirius Zwart, wat doe je nou? Het is Lupus. Eigenlijk komt in de film nu professor Snape, maar dat gebeurt niet. Dat is what the fuck. Want nu hoort eigenlijk Snape te komen en dit liedje staat nergens op. Het zwerkballied was veel leuker. En de rat is eigenlijk een man. De man is lelijk. In de film ziet hij er heel anders uit en draagt hij geen mooi pak. Einde. Ik vind het een beetje jammer dat Snape niet komt hier. Dat heeft Pippeling gedaan. Nou, voor de mensen die de film niet hebben gezien. Dat was de hele film. Sirius Zwart is geen bad guy. De rat van Ron wil. Nu moeten de mentoren gaan bevechten, maar neem gauw een slokje cola. Peter Pippeling had James en Lily Potter verraden aan Voldemort. Ja, en toen kwamen ze op. Gemeen. Nu komen de mentoren, geloof ik. Om even leuk om 3 minuutjes mee te vullen. Lekker een beetje doodmaken en zo. Dood even derf. Gewoon even een paar minuutjes dood even derf, zo op zijn tijd. Nooit mis, toch? Laat hem met rust. Hij is onschuldig. Oh ja, want de dementoren zoeken eigenlijk Sirius Zwart. Maar dit is zo fucking makkelijk. Word er gewoon een beetje verdrietig van. Ik ben echt een dementorum! Ah, oh, was dat het? Zo. Oh. Wow. Expecto Patronum. Spectrum. En Expecto, mijn Patronum. Expecteer je nog wel, meneer Patronum. Explosie! Moeilijkste boss fight ever. Oh mijn god, we gaan dood! Harry niet doodgaan, hij knijpt in je keel. Harry valt niet flauw, de Dementor kijkt. Graphics zijn slecht, grafische kaart, ik wil een nieuwe grafische kaart. Harry redt zichzelf, what the fuck is deze shit? Hoe kan ik mezelf redden? We kunnen tijdreizen. Mijn liedjes worden echt geen slechter, want ik heb geen energy drink op. Kut. Nou. Harry, alles oké? Okay? We zijn nu opeens. Hallo, Emmeline. Wat is er gebeurd? Is Sirius oké? Okay? En waar is Ron? Madame Pleister zegt dat het wel goed komt. Oké. Okay. Hij is alleen roodharig. Oh mijn god, nee, heeft Ron rood haar? Sirius Zwart er minder goed. Oh, kut. Hij zit opgesloten in een hoge toren. Straks wordt hij aan de Dementors overhandigd. Ik kan niets meer doen. Kut. Ik kan niets meer doen. Maar hij is onschuldig. Hij is onschuldig, nou. Wat we nodig hebben is meer tijd. Hé, hey, we kunnen tijd reizen. Maar, oh. De tijdverdrijver. Tijdverdrijver. Of course. Vannacht kan er meer dan één onschuldig leven worden. Dank je, Pekamentus. Nou, we gaan dus de volgende aflevering van Harry Potter gaan we. En de Hippogrief redden Scheurbeck. En Sirius Zwart, zodat we tijdreizen kunnen. En hier is de Hippogrief gevangen genomen. Het is niet echt een heel moeilijk leveltje of zo, maar het hele spel is fucking makkelijk, dus ja. Scheurbeck zit daar ergens opgesloten. Mooi. Het is wel heel stil. Weet je ja, zeker dat weet ik zeker. Juist hebt teruggezet? Ik ga wel deze video weer iets met musical in de titel zetten, want dat doe ik altijd. Harry Potter is geen Harry Potter als er niet iets met musical in de naam staat. Hier nog wat te doen, misschien nog secrets. Nee. Nou, dan bedankt jullie voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we Scheurbeck redden, Sirius Zwart redden. En dan moeten we nog alle examens doen. En dan moeten we nog alle tovenaarskaarten vinden. Dus we hebben nog een druk leven.
Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Zoals ik net ook al zei. En daaropvolgend zeg ik nu... Doei! Dat was een burp. Misschien kan ik deze vlag wel beheksen. Voordat ik nog een burp moet laten. Zoals die. Nou, dat kan niet. Bedankt voor het kijken. Doei!